Ja jongens, het is dus zover. Oppo heeft een nieuwe telefoon uitgebracht in Nederland. En dat is dus deze Oppo Reno 8 Pro. Maar de vraag is alleen, is dit ding wel zijn geld waard? Kom vandaag achter. Hoi en wat leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Marco en ik ben de afgelopen tijd uitgebreid bezig geweest met deze Oppo Reno 8 Pro. Nou, ze hebben naar mij gevraagd of ik deze telefoon wou gaan testen. En ik dacht van weet je, dat gaan we gewoon maar eventjes doen. Jongens, laten we even kijken of jullie nog wakker zijn. Een duimpje omhoog op deze video zou ik heel tof vinden. Laat die vooral even achter. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Smash even op die abonneerknop. En laat mij ook even weten in de reactie beneden wat voor telefoon jij zelf gebruikt. Ja jongens, we gaan eerst maar even starten met het design. Want je wilt natuurlijk wel even daar ook op letten als je een telefoon wil gaan kopen. En ik moet wel toegeven dat Oppo hier zeker hoge ogen naar heeft gegooid. Het ziet er gewoon best wel goed uit. Nou, je hebt aan de achterkant ook twee van die hele grote cameralens die zeker ook opvallen. Maar ja, op het moment dat je hem zo in je hand hebt, het voelt niet aan als een cheapy telefoon. Ook iets wat ik ook heel mooi vind aan deze telefoon is dat ze dat eiland aan de achterkant heel mooi weten in te blenden met de rest van de body. Normaal heb ik bijvoorbeeld bij andere telefoons gezien dat er een soort van zwevend eilandje is. Maar hier is dat dus niet het geval. Ze hebben alles heel mooi met elkaar ingeblend. De kleur is ook wel een opvallende. Ze hebben een soort gekozen van een beetje pastelachtig groen. Het is op zich best wel een kleur die er mag zijn. En ik ben er best wel een fan van. Maar wat ook zeker een opvallend punt is, zijn die randen. Sterker nog, ik gebruik zelf een iPhone 12 als daily driver. En ik kreeg gelijk een déjà vu hiermee. Like, die randen, die lijken als twee druppels water als een iPhone 12. En ik zat zo van, Het scherm aan de voorkant mag er ook zeker wel zijn, want we hebben hier maar liefst een 6,7 inch AMOLED display. Een AMOLED zorgt ervoor dat de kleuren net even wat beter van het scherm spat en dat het contrast ook vele malen beter is dan LCD. Het is trouwens ook nog eens een 10-bit paneel, dus wil je HDR content gaan kijken, dan is dat hier ook absoluut geen probleem mee. En hij heeft ook een 100% DCI-P3 coverage, dus wil je lekker gaan foto's bewerken, ook dat is hier geen enkel probleem mee. Het scherm heeft ook nog eens een variabele verversingssnelheid, dus je kan deze instellen op 120 Hz. Maar standaard staat hier al op 60. En dat is op zich best wel een verschil. Het scherm is vele malen vloeiender als hij op 120 Hz staat. En voor mijn gevoel reageert de telefoon ook een stukje sneller. Houd wel rekening mee dat als deze optie aanzet, dat jouw accu dus ook sneller leeg gaat. Want jouw scherm moet vaker gaan verversen per seconde. Maar gebeurt er niks op het scherm, dan ververst hij eigenlijk niet. Wel is het zo dat qua helderheid het kan ermee door. Het is niet van de allerfelste schermen op dit moment op de markt. Maar met maximaal 950 nits is het toch wel een goed schermpje als je HDR content zit te kijken. Staat hij nou op de automatische normale modus, dan heb je dus een helderheid van 500 nits. Dat valt eigenlijk best wel tegen. Ik had liever gezien dat dit ietsjes hoger was. Maar voor algemeen gebruik zie je alsnog wat er gaande is op je scherm. Als bijvoorbeeld buiten in de zon zit. Oké, en dan natuurlijk ook even over naar de power van deze telefoon. Want wat zit hier nou allemaal in? Nou, Oppo heeft hiervoor gekozen om een chipje van MediaTek te gaan gebruiken. Dit is de MediaTek Dimensity 8100 Max. En deze is gebakken op 5 nanometer en heeft maar liefst 8 cores. En deze chip is prima voor multimedia taken, multitasken en ook best wel lekkere games. Ik bedoel maar zo, deze chip is te vergelijken met de Qualcomm Snapdragon 888, maar deze is dan alleen wel een tikkeltje sneller. Dat is sowieso wel hartstikke leuk, want het is een hele vlotte chip en ja, dat is zeker wel wat je wil gaan hebben. Plus, deze telefoon heeft ook maar liefst 12 GB aan RAM en maar liefst 256 GB aan opslag. 12 GB RAM is pittig overkill. Je kan echt heel veel apps open hebben staan. Maar ja, ik merkte gewoon nog steeds niet dat de apps afgesloten werden. En 256 GB opslag, daar ga je echt geen tekort aan hebben. En dan ook even over de software. Want Oppo die heeft de laatste tijd heel veel kritiek over zich gekregen over hun eigen software. Ik snap alleen niet echt waardoor, want het werkt eigenlijk best wel lekker. Dit hier is Android 12 met ColorOS 12 op geïnstalleerd. Een alpha vers van ColorOS 13 voor deze telefoon is momenteel in de test. En die verwacht ik dan ook binnenkort ook uit op deze telefoon. Ik heb echt het gevoel dat dit een hele vlotte telefoon is. ColorOS 12 kun je helemaal naar wens gaan aanpassen. En er zitten ook best wel leuke functies bij. Stel je komt bijvoorbeeld van de iPhone, dan ben je al die gebaren natuurlijk gewend. Dat je bijvoorbeeld zo veegt van onder naar boven en dat je weer terug op je homescreen zit.
dat is hier ook bij aanwezig. Je kan ervoor kiezen om dat in te stellen en het werkt gewoon heel erg prettig. De telefoon voelt ook razendsnel aan en ik kan ook heel veel dingen gaan aanpassen. Ik kan de iconen gaan aanpassen, ik kan de achtergrond aanpassen. Customizable zit het hier wel goed. En ik merkte eigenlijk ook dat het ook heel snel is. ColorOS 12 voelt helemaal niet zwaar aan. En het voelde gewoon aan als echt een volwassen besturingssysteem. Deze telefoon krijgt maar liefst 2 jaar aan besturingssysteem-updates. En ook 4 jaar aan beveiligingsupdates. Dus eigenlijk kan je deze telefoon 4 jaar gaan gebruiken. Totdat jouw telefoon eigenlijk niet meer veilig te gebruiken is. Ja, en dan nog even over de accuduur. Want hoe zit dat nou precies? Nou, deze telefoon heeft bij mij dus zo'n 6 à 7 uur aan screen on time gehad. Dat houdt dus in dat ik deze telefoon zo'n 6 à 7 uur actief kon gebruiken. Met bijvoorbeeld gaming, video's maken, fotograferen en andere hele toffe dingen. En dat is op zich best wel acceptabel. Dit rekent zich wel op tot ongeveer 1 à 1,5 dag. Totdat je telefoon van 100 naar 0% is. En wil je telefoon dan opladen, dan is dat met de SuperVOOC charger van 80 watt wel heel goed op orde. Deze telefoon is maar liefst opgeladen van 0 tot 50% in maar liefst 10 minuten. En van 0 tot 100% in een klein half uurtje. En dat is heel erg handig als je toch even snel moet gaan opladen. Dat is geen enkel probleem hiermee. En ook even over die camera's aan de achterkant, want dat is ook even een belangrijke. Want het is een beetje een allround telefoon. Dus je mag er ook wel van verwachten dat er leuke dingen met de camera gedaan kunnen worden. Oppo heeft voor gekozen om weer dezelfde sensors te gebruiken als de Reno 7 Pro. Maar dit keer gebruikt ze een aparte chip die de foto's nog beter moet gaan bewerken. En dat is dus de Mari Silicon chip. Nou ja, op zich, de foto's die eruit komen mogen er zeker ook zijn. En zeker ook in low light weet hij toch wel leuke plaatjes te schieten. Maar dat is dan wel met de reguliere camera. Want kies je nou bijvoorbeeld voor de ultrawide camera, dan zie je daar wel een beetje kleurverschil in. Maar er zit ook nog eens een macro camera op. Ja, die heeft mij wel echt teleurgesteld. Ik heb op mijn vakantie een foto geprobeerd te maken met die macro lens. Het was gewoon niet goed. Het zag er niet uit. Het leek alsof het object een soort van waas eromheen had staan. En het zag er gewoon niet netjes uit. Ik heb ondertussen ook andere telefoons toen die tijd gebruikt met een macro lens functionaliteit. En die komen er gewoon veel beter eruit. Wil je nou gaan filmen, dan ben je gelimiteerd tot 4K 30. En dat is dus een best wel een tegenvallertje. Normaal kan je tegenwoordig al verwachten dat je 4K 60 kan filmen. Dus op 4K resolutie en 60 fps. Maar deze telefoon kan dat niet. Deze telefoon is gelimiteerd tot 4K 30 en dat is wel een heel groot nadeel. Wel is het zo dat het beeld redelijk stabiel is als je lekker aan het lopen bent. En ben je nou bijvoorbeeld bezig met bijvoorbeeld wat selfies of het maken van wat TikToks? Ja, daar zit ook zeker wel een verschil mee. 1080p 30 met de frontcamera en dat is wel echt een tegenvaller. Ik had het liefst gezien dat we hier op 1080p 60 zitten met Ethernet HDR mogelijkheid. Maar dat moet je hier dus gaan missen. Dus ben je nou op zoek naar een telefoon speciaal voor TikTok video's? Of als je gewoon lekker mee wil gaan vloggen of lekker on the go wil gaan zijn? Ik denk niet dat dit een telefoon zal zijn wat je dan wil gaan hebben. Maar ook even over het geluid, want ook dat is wel even een ding. Want het geluid dat hieruit komt is best wel goed. Tenminste, als je het volume niet te hard zet. Ik kon gesprekken goed verstaan. Andere personen waren prima te verstaan in bijvoorbeeld Discord calls of eten via Google Duo. Alleen er is wel een ander probleem ermee. Stel, ik luister muziek via YouTube Music of via Spotify en ik zet het volume echt hard. Ja, dan vervormt het geluid. En dat is wel een heel groot minpuntje. Want stel, je bent bijvoorbeeld iemand die bijvoorbeeld huiswerk wil gaan maken. Of je bent bijvoorbeeld een podcast aan het luisteren en het volume staat hard. Ja, dat is gewoon geen groot pluspunt. Dat is gewoon heel erg jammer dat het geluid dan niet helder klinkt. Mocht je telefoon dus willen gaan gebruiken als een speaker, ja, dan is deze telefoon daar niet geschikt voor. Ik raad je dan aan om te kijken naar een aparte speaker of eventueel alsnog je oortjes of een headset. Maar deze telefoon als een speaker gebruiken, het is niet heel praktisch. Dus als laatste de conclusie, even kort samengevat, is de Oppo Reno 8 Pro nou zijn geld waard, ja of nee? Het ligt heel erg aan wat je ermee wil gaan doen. Stel je wil hem lekker mee gaan gamen, TikToks meekijken of ondertussen ook gewoon lekker veel gaan multitasken, dan is dit op zich een hele goede telefoon.
De telefoon is heel snel opgeladen, de accu gaat lang mee en je kan ook heel veel mee gaan multitasken. Het is ook echt een entertainment telefoon. Dus als je echt heel veel op social media zit, dan is het gewoon een prima telefoon voor je eigen content. De camera's die weten acceptabele foto's en video's te maken. Oké, 4K60 is dus een dingetje wat je moet gaan missen. En de selfiecamera is gelimiteerd op 1080p30 met een beautify filter. Maar eigenlijk op zich, als dat voor jou niet uitmaakt, is dat gewoon prima. Maar ik had toch liever gezien dat er 4K60 support mee is. Vrijwel alle telefoons heeft nu wel een 4K60 resolutieondersteuning. En zeker ook met dit budget. Het scherm kan werken op 60 Hz, maar je kan deze ook instellen op 120 Hz. En daardoor voelt deze telefoon ook veel vloeiender aan en is gewoon veel fijner in gebruik. De telefoon ziet er verder ook heel luxe uit, heel erg premium. Het ziet er eigenlijk uit als een heel leuk telefoontje. Maar er zit er ook wel mee, hoe duur is dit ding nou? Nou, ik zou voor dit alles zou ik niet meer dan 550 euro gaan uitgeven. Alleen Oppo denkt er heel anders over. Deze Oppo Reno 8 Pro heeft een adviesprijs van 750 euro. Plus je krijgt bijvoorbeeld ook geen hoesje erbij om jouw telefoon wat extra te beschermen. 750 euro voor deze telefoon is gewoon veel te veel geld. Zeker ook als je kijkt naar wat de rest op de markt is. Er zijn telefoons op dit moment tussen de 600 en de 700 euro die sneller zijn, beter weten filmen en nog sneller weet op te laden. Al met al, de Oppo Reno 8 Pro is een leuke allround telefoon, maar veel te duur geprijsd. Jongens, ik ben benieuwd wat jij van deze telefoon vindt. Laat me dat even weten in de reactie beneden. En vond je dit een leuke video? Een duimpje omhoog zou ik ontzettend waarderen als je dat doet. Vergeet deze video ook niet even te delen met je vrienden die op zoek is naar een nieuwe telefoon. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Doe het eventjes. Zou ik tof vinden als je dat doet. Jongens, mijn naam is Marco. Dit was TechTime. En ik zie je heel graag bij de volgende.